men mij vroeg of ik mij druk maak of hoe ik denk over de krijgsraad. Dat is voor mij een minor thing. Wat belangrijk is, hoe gaan wij verder? Hoe gaan wij verder? Maar laat me u één ding zeggen. Let me tell you one, Sani. Ano no de bezig in volga, Sani. En we zien dat deze regering eigenlijk in een full-fledged oorlog is. Een oorlog tegen het volk. Een oorlog tegen NDP. En breed me mina sodati, minego suku oorlog. Mai no ma full oorlog aan Amiara. En meerdere de mensen, hoe de politieke vergadering zijn macht zo, kan de first Leo boos. Maar nou, maar dan een biggie back. Me ga de cambio, me zak a koers. Grote stop, een grotere stommiteit bestaat haast niet in het leven. Nee, van olie tot 30 dan een bakken, hoe is dat in de? Ik ben scherp door de president, moest kiezen. Nu even de bel lenscher op. Maar ja, ik ben nog maar konkel. Maar mensen, zaken zijn heel erg. Wat betreft een stukje mensenrechten. Zoals zo even meneer, een van die heren zei, toepat draaide mij graven in mijn strotoi, even daktum citranga, de mij zin niet gaan aan slag, de fenoma reden. Blokkeer die salaris. Ze hebben helemaal niks met het volk. Ze proberen je te intimideren op een onvoorstelbare wijze. Denk men op deze manier een volk te kunnen leiden. Maar het is veel erger als u denkt. De moorden die dagelijks plaatsvinden. De beroevingen die dagelijks plaatsvinden. En ik kan me nog herinneren in de Nationale Assemblée. Waar met heel veel poeha werd verteld over veiligheidsplannen. Geweldige veiligheidsplannen. En hoeveel kritiek hadden we niet op het invoeren van de camera's. We gaan in mensen hun privacy. Wel, Safe City. Even op in de. Die zouden de zonen van Herman dat niet zo snel achter heel wat zaken komen. En het is zo bedroevend. Dat veiligheidsman is zo dat veiligheidsman om money. De man zijn ook een jasref baas. Het is veel erger als u denkt. Weet u dat? Hoeveel moeite het gekost heeft. En BOG weet dat. En tante Jenny weet dat. Om de malaria onder controle te krijgen. Mensen, de malaria steekt de kop weer op. Malaria steekt de kop weer op in het binnenland. Weet u dat zelfs Libra de kop weer opsteekt in het land? Ik heb ongeveer 3 maanden geleden een boek hierover gelezen.
Op alle fronten zijn we in gevaar. Op alle fronten is er een stuk wanbeleid. We hebben altijd ratten gehad in reisvelden. Blok 4, kan ik me nog herinneren. We hebben de boeren geroepen en voordat je dag hebben we binnen enkele dagen hebben we de zaak aangehaald, opgeruimd. We moeten begrijpen dat nu de tijd is om elkaar als kameraden te vinden. Nu de tijd is om elkaar te ondersteunen. En natuurlijk mogen we en gaan we kritiek hebben, zeker als er gewerkt wordt. Maar na de gedachtenwisseling gaat het werk gewoon door. En we hebben geen tijd voor dat horisma adi. En we lopen tjeningerip sani. Wij moeten onze energie geven samen met elkaar om te redden wat er te redden valt. Want ik denk iedereen is moe van die diefstallen. Iedereen is moe van de grondroof. Iedereen is moe van de klassenjustitie. Wat mij doet was, wat mij doet ogri. Want boe echt ogri toe. Maar even alleen een look toe daarbij. Datorechiri. Of hij jopen wat plein daar garantie. Het is onvoorstelbaar, dit wanbeleid. De regering laat het duidelijk zijn. Wij van de NDP, wij van het deel van het volk, die vragen u nu, die zeggen u 25 mei, je moest hoor verkiezing. Als je gaat toveren, als je gaat goochelen, ik weet niet wat je gaat doen. 25 mei, verkiezingen in dit land. Ik vraag u alleen maar, niemand gaat op eigen, vanuit zijn eigen denken dingen hier doen. Zaken worden met verstand gedaan, ook oorlog voeren. Ook oorlog voor. Mi parmigo de Marta, serangue kwa ngabaka, marto de fai bota.